Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey Test, jouw voertuig. Vandaag zijn we helemaal gereden naar Oplo, want daar zijn Bob en Erwin en die hebben een hamburgwagen. Volgens met Joey Test, jouw voertuig is de serie op YouTube waarin de vetste, snelste, gekste en meest gepimpte voertuigen door Joey Schaar worden getest. Het speciale van dit programma is dat wij langs gaan bij Volgasten om hun getunede voertuig door mij te laten testen. Meld jouw voertuig aan via www.joeyschaar.nl en wie weet komen we ook bij jou langs. Hier staat hij, de hamburgerwagen. Maar ik zei natuurlijk even Bob en Erwin gedacht. Erwin, Bob en Erwin. Ja. Bob Master, hij is de eigenaar. Erwin is de assistent manager. En hier staat de wagen en die laten we nu natuurlijk als eerste zien. My chair looking like two checks. Type of money made me wanna two step. Who next? This week I be on the moon next. Stock going up like 2x. That's a fast flip like suplex. Mijn naam is Bob. Ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Oplo. Ik heet Erwin. Ik kom ook uit Oplo. En ik heb Bob gesponsord met het scootmobielproject met de hamburgers. Een klasgenoot van mij die zei van je moet je inschrijven met je hamburger voor test jouw voertuig van Volgas met Joey. Heb ik gedaan en een aantal weken daarna kreeg ik een reactie van jou. En ik dacht meteen van yes, we gaan hamburger testen. Ja? Ik heb zelf ook een YouTube kanaal en de naam is dan Bubske Bobby. Erwin is eigenlijk meer, hij had me aangeboden voor een scootmobiel. Want hij had een scootmobiel en de accu's waren kapot. En ja, weggooien vond ik ook wel zonde. Dat ik dacht van, ik moet er wel van maken. En toen zat ik op school in de les met Nederlands. Ik denk van, moet ik eigenlijk wel iets gaan maken. En toen opeens komen van de hamburger van SpongeBob te binnen. En zo is het. Oké dan. Elon Musk, hey, streams got my Q4 looking nice. My VR clutch. Acting like you've seen this right here. You big old sus. Hey, kun je het vertellen over je project? Hoe lang heb je gebouwd? Ongeveer 2 à 3 maanden. En het begon zo eerst met het scootmobiel uit elkaar halen. Toen heb ik een ijzer frame opgebouwd. Toen ja, de motor erin, dat is een kartmotor, een 196cc 6,5 pk met een centrifugale koppeling. En ja, toen daarna eigenlijk meer met betongas de vorm van de hamburger. Toen daar een laag polyester overheen. Toen een stukje schuim erin gemaakt om de, ja, de kaas, het hamburger textuur en de sla te doen. En toen ja, nog een laag polyester en toen ja, zijn we geverfd. Is er wel eens iets fout gegaan? Ooit een keer toen ik hem bijna klaar had, of ja, meer een hele open hamburger, toen was ik hem in rijden. Toen had hij nog geen rem, geen gaspedaal, dus ik moest echt gas geven op de motor zelf. Toen was ik aan het rijden op een boer landweggetje en dat was toen een grote bult. Ik stuur rustig naar rechts, meteen weer naar links en het begon helemaal zo schuin te gaan. Drifting! Ja, en alles, ja, Tokyo Drift, en alles was samen. En alles was ik open en te combineren en toen viel de motor ook meteen uit. En toen moest ik hem naar huis duwen en alles, dus dat was wel even schrikken, joh. Hier staat het beestje dus. Hoe noemen we dit apparaat? De Patty Wagon, oftewel de krabkar noem ik hem. Ja? De krabkar, ja, gewoon een hamburger van een krabburger of zo en een kar. Krabkar. Hij lijkt er ook echt op, hè? Ja, de onder zijn augurkwielen. Dit is dan de kaas, de sla en de hamburger. Oké, en je hebt hier een stuurtje, waar heb je hier vanaf getrokken? Die komt van een oude auto af. We hebben hier een vlag. De vlaggenmast. Die heeft SpongeBob natuurlijk ook, hè? Ja. Heeft hij niet rijles in zo'n ding gehad? Of was dat? Hey, dat is die boot, hè? Nee, dat is die boot. Ja. Maar dit is eigenlijk de auto van meneer Krabs of zo. Hey, en je hebt hier het motorblok. Dit is het motorblok, ja. Ziet er helemaal strikt niet meer uit. Dat is een heel nieuw motorblok. Is het ook echt een 0 km motorblok geweest? Ik heb hem compleet nieuw gekocht en de koppeling ook. What? Als je hiermee in het dorp bent, rij je wel eens mee in het dorp? Ja, wel ja. Hoe staan mensen aan te kijken? Ja, lachen, schrik hebben. Ja, soms misschien ook een beetje boos, want het maakt misschien een beetje te veel herrie. Zuur mensen. Zou je hem ooit verkopen? Ooit verkopen? Ja. Voor de juiste prijs verkoop ik alles. Oh. Verkoop je ook je vriendin? Nee. Oh, hij was er bij weg! Mijn hand was mis. En een waterpomp dan. Wat is er aan de hand? Ja, de koppeling is los. Dan zit hij met een bootje en die is los. Vloggen! Vloggen!
de boot van de koppeling is los, want die zit helemaal vast met een bootje. En als die gaat, die er helemaal vanaf, dan is het niet goed. Meester Bob heeft alles onder controle. Hij is Bob de bouwer. Hij is Bob de bouwer van de hamburgerkar. Maar nee, hij is nu aan het ratelen en de koppeling was los. En die zit nu aan het vastzetten. Hoi, hoi. The crab is on, the crab is on fire. Hij doet het. Oké, goed zeg. Oh, wil jij presenteren? Huh? Ik ga het zeggen, zeg maar. Nou jongens, vandaag... Nee. Oké, goed. Hey, we hebben Bob net hier rijden met de hamburgerauto. We hebben vette drone shots, we hebben vette GoPro shots. En nu is het tijd voor Uncle John te testen. Jumbo om te testen. Mag dat? Ja, mag. Spring okay, hem erin. Top, ja, want je hebt geen deur. Nee, dus je moet er echt helemaal zo overheen klimmen. Oké. Okay. Dus ja, niet hierop gaan staan, want dan... Ja, hey, maar trouwens, nu de beperking dus van geen deur. Wie hebben er allemaal in dit ding gereden? Niet echt heel veel mensen. Oh, dus ik voel me vereerd. Ik denk dat jij ongeveer de vierde of vijfde persoon bent die in de krabburger rijdt. Oké, dan, nou goed, ik ga even een aanloop nemen, dan zal ik er even ingaan. Spreek zijn jullie er klaar voor? Ik voel me gezond. Is het raar als ik dat zeg terwijl ik in dit ding zit? Ja, dat is wel gek. Oké, cool. Ik ga hem elektrisch starten. Hij start niet elektrisch, hou. Nee. Hoe kan je hem starten? Je wacht zit een trekker. Hey, tijd voor trekker dus. Woe! En als hij op de rol slaat, die rommel zijn de knopjes. Oh! Dan kan je hem uitzetten. De donderwasknop? Ja. En niet te snel door de bocht houden, anders... Ik ga even checken of hij het doet, ja? Goed. Ja, hij doet het. Oké, okay, nou nog een keer starten. Dus als je op rol slaat, dan... Hoe weet je het? Pas op! Oh ja! Ik hoor nog een lampje geluid, hoor! Je hele ketting als een vallen! Het is echt lekker weer! Het is echt fijn! Wow! Met één hand in de ketting! Het is echt fijn om in de kruipen te rijden! Al die ditjes kijken wanneer ik in mijn kruipen heb! Eerste indruk, met dit ding ga je een beetje scoren, ouwe. Als jij met dit ding naar je date gaat, ouwe, hoe gek is dat? Jos, dat zou echt vet zijn, ouwe. Hey, kom, ga naar de McDonald's, met welke auto? Pak die van jou of die van mij? Pak de fucking hamburgerwagen, ouwe.
Dit ding is gek, hij stuurt tering, tering scherp, ouw. Ik ging net voor het eerst wegrijden en dan doe ik zo. Dat is één wiel, je gaat gelijk zo. Daar ging ik even omkeren net. Het voelde alsof ik twee wielen ging, kan dat? Ja, dat kan wel. Oh, joh. Hé, hey, dit ding is echt, ik zweer het al. Hij is echt leuk en dan maakt een herrie aan de achterkant. Volgens mij, want dit heeft geen kenteken, niks niet. Volgens mij kan je gewoon met deze in het Vondelpark rijden. Dus je gaat gewoon in het Vondelpark rijden, zo met je hondje, met zo'n hond van SpongeBob. Die slak, Gerrit. Ja, met die miauwende slak. Gerrit, zit je zo te cruisen, Bob? Alleen die herrie zo. Hé, hij maakt wel herrie, joh. Wat? Hé, Jos, ik wil even dat je instapt in me. Ga samen rijden. Ja? Ja, man. Oké. Okay. Ja, man. Oké, daar gaan we, Jos. Ja. Oh, die moet eraf, man. Niks aan het eindje. Oké. Okay. Are you ready? Ja, denk ik. Een vette toeter had ook vet geweest. Kom, volgende. Hij maakt een herrie zometeen. Oké, hij gaat inderdaad keren, dus we kunnen gas geven, dan gaan we, ja? Ik geef je vol gas! Wat een herrie gaan we rijden! Hij heeft nu wel stabiele met twee personen, ouwe! Ja, dat was vijf en ik! Oh shit! Wat de fuck? Hé, hey, ik zie hem slingeren. Dit is helemaal zo. We gaan keren, ja? Ja. Dit is fucking eng, man. Ja, man. Hij maakt herrie. Ja. Oh, dat slingeren net als eng. Zetten. Dit was de hamburger challenge. Nee, het was helemaal niet de hamburger challenge. Dit was de hamburger wagon van Job uit Oplo. Bob, hè? Bob! Van Bob! Oké, we zijn hier in Oplo en we hebben deze hamburgerwagen getest. De fun factor, de x-factor van dit ding is echt gigantisch. Is hij snel? Nee, hij is niet snel. Kan je er trucs mee doen? Nee, absoluut niet. Hij was fucking leuk. En dan ben ik aan het einde van deze video. We gaan jou bedanken. Ik jou ook. En hoe we dat tegenwoordig doen, is met allemaal vette shit. En dat is Jeroen, mijn assistent, nu aan het pakken. Jeroen, pak de spullen! Wat? Fucking gruwelijk. Een heel treetje Monster Energy drink. Alsjeblieft, dat is één. Dat is nog niet alles. Wow, yo. Als je straks een auto hebt, krijg je van www.joeyschaap.nl fucking vette kentelijke houders. Met pak me dan rustig joeyschaap.nl. Alsjeblieft, dat kan nog meer. Voor je hamburger wagon, sowieso vierkante plaathouders. Als je dit, er komt nog meer. Dit is echt gelijk wel Sinterklaas. Een Lego Kerstmis. Wat veters! We hebben een stickerpack ook van joeyschaap.nl. Als jij iets bestelt bij www.joeyschaap.nl, dan krijg je altijd een stickerpack erbij. Alsjeblieft, voor op de Petty Wagon. En tot slot, en dit is fucking gruwelijk. Samenwerking met het merk Business. Krijgen wij nu armbandjes voor heren. En die zijn fucking gruwelijk. Als je op mijn site kijkt, zie je ook wat ze allemaal hebben. Het ziet er zo uit. Fucking vet armbandje. Moet je gewoon natuurlijk met trots gaan dragen. Alsjeblieft. Dankjewel. Dat takje krijg je er ook bij. Dat is de business armband. En waarom business? Omdat ik ook business doe. Vind fucking vet. Ik heb mezelf ook thuis. Meester Bob, dankjewel voor deze samenwerking. Dankjewel voor deze auto. Lief mensen die thuis zitten te kijken. Laat weten wat jij van dit ding vindt. Vind je ook net zo vet als ik. Wil je hem kopen? Net als ik. Dan kan je ook kijken op zijn Instagram. Wat is jouw Instagram? Bubske, lachlingstreepje, Bubske. Maar dit was de video. Vond je het een leuke video? Doe dan absoluut een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Volg me met Joey. Druk op het belletje. Als jij het belletje drukt. Wat dan? Dan krijg je een melding als Joey weer een nieuwe video plaatst. Kijk, en dat willen we natuurlijk. En laat weten nogmaals wat je van dit ding vindt onder in de video. Onder in de beschrijving van de video kun je zien wie hij is. Zijn YouTube kanaal natuurlijk ook van Erwin. Ik heb geen YouTube. Zijn Instagram dan. En dan kun je gewoon deze jongens gaan volgen met dit project en nog andere projecten die ze bouwen. Wil je ons nou ook een keer bij jou thuis hebben? Doe dan wat we in het begin van die video zeggen. Meld je aan en wie weet komen we bij jou langs. Lieve mensen, like deze video. Want het was een gruwelijke. Bob, nogmaals bedankt. En veel plezier met al je spullen en je business armband. Nee, die is kut. Die is kut, wacht. Op mijn voorhoofd? Nee, wacht. Ah, oh, mijn wang. Oh. Dat lukt niet meer. Vroeger op school kon ik echt
Oh, hoor je dat? Laat maar, mijn hamburger zit onder.